Ja, jezus, ik krijg nog net die. Ik krijg nog net die van de haak. Ja. Ja, wacht even, sorry. Nee, sorry dames en heren, het gaat nou even allemaal fout. Ik heb de hele dag geprobeerd die van de haak aan de lijn te krijgen en net nu ik aanvang hoor, heb ik hem. Sorry, een ogenblikje. Ja, met van de haak, ja. Nou, ik had u al eerder geprobeerd te bellen, maar kennelijk lag de telefoon. Ja. Ik heb even een paar vragen opgeschreven, omdat ik met dit programma bezig ben voor de 21 januari. Is er eigenlijk een roekeloosheidsanalyse van Fortuin gemaakt? Nou, laat ik het even anders zeggen. In hoeverre kun je iemand beveiligen met een doodsverachtingsprofiel als Fortuin? Doodsverachtingsprofiel. Nou ja, u heeft toch wel een noodlotsinschatting gemaakt? Nou ja, u niet, maar die is toch wel gemaakt door de... Ja, nou, laat ik even zo beginnen. Hoe veilig Free Fortuin? Nou, dat is natuurlijk van belang. Ik bedoel, gebruikt hij een condoom of geen condoom? Daar kun je uit aflezen in hoeverre iemand, zeg maar, een desperabiliteitsconflict met zichzelf uitvecht. Nou, kijk, u weet dat Fortuin bezocht dark rooms. Dark rooms, dat zijn donkere kamers waar wordt afgerukt in plaats van afgedrukt. Nou, een dark room, dat is een ruimte waar je wordt genaaid waar je bij staat, zal ik maar zeggen. Ja, in homodisco's. Ja, ik ben zelf één keer in een heterovriendelijke homodisco geweest, ja. Ja, die zijn schaars. Het was ook in het noorden des lands, was deze. Nou, in de Randstad kunnen de homo's het bloed wel drinken van die hetero's. Is ook een stuk veiliger dan hun eigen bloed natuurlijk, hè? Ja. Nou, ik overval u er een beetje mee. Ik moet de mensen hier ook... We moeten hier beginnen. Dus mijn concrete vraag is dus... Kun je iemand met een risicotartend karakter als Fortuin... binnen een veiligheidsstructuur die zijn draagvlak vindt... in de broze relatie tussen een geheime dienst en een openbaar ministerie... überhaupt beveiligen? Ja, nou, u kunt mij een antwoordapparaat inspreken. En dank u wel... We gaan... Wat? Of ik nog een grap weet. Ja, nou nu even niet, hè, want ik moet optreden. Ja, oké. Okay. Nou, ik ging kamperen in de bezette gebieden. En de bezette gebieden, dat is een Jodenstreek. En er komt een Palestijntje naar me toe die zegt, mag ik uw bed opblazen? Nou, die leg ik u dan wel uit als ik u vanavond even terug mag. Ja. Meneer Van der Haak, dank u wel. Goedenavond. Dank u wel. Dank je wel.